En er wordt hier ook best wel gelachen hoor, bij dat telefoonteam. U kunt nog steeds bellen. Op dit moment zijn alle lijnen bezet. Maar als u belt naar 088 0080 123, dan komt uw telefoontje hier binnen. En dat geld gaat naar het goede doel. Dat gaat naar het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg. Roermond is dementievriendelijke gemeente, zeg maar. Een stad die stappen zet op dat gebied van dementievriendelijkheid. Hoe doet Roermond dat? Jolien Linsen en Bart Kuipers maakten een uitgebreide reportage. Kijkt u mee. You with the sad eyes, don't be discouraged, no, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be. Wij willen heel graag een dementievriendelijke stad zijn, omdat de komende jaren Alzheimer en dementie in algemeen ontzettend gaat toenemen. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie zo'n beetje gaat verdubbelen. En dat betekent dat ook in onze stad bijna iedereen geconfronteerd gaat worden met Alzheimer. Of omdat je het zelf krijgt, of omdat je ouders het krijgen, of dat een partner het krijgt. En we denken dat het goed is dat de omgeving daarop voorbereid is. Wat is dementie? Hoe herken je dementie? En hoe kun je omgaan met mensen met dementie? Dat vertellen we aan de mensen in de wijk, maar dat vertellen we bijvoorbeeld ook aan werkgevers. Dus het gaat ons vooral om de omgeving. Niet over de specifieke professionele zorg, want daar zijn anderen voor. Maar wij zijn vooral over de omgeving, dus de stad dus. Goeiedag, mooi antwoord. Hoi. Namelijk. Nou, wil ik daar wel eens. Iedereen welkom bij deze, volgens mij, 7e dialoogsessie van dit jaar. Mag wel zeggen, een bijzondere dialoogsessie. Zoals jullie weten, hebben we vandaag sowieso het projectgroep van Maak Roermond de Mensen Vriendelijk met hun presentatie. Een woord van welkom aan de wethouder. Veel mensen vragen ons van hoe kom je daar nou bij om zo'n project op te zetten? En dat heeft zijn oorsprong in het feit dat binnen de kanteling, hè, de verandering in de WMO, waar jullie ook als Veolia denk ik alles van weten, zijn we veel bezig met hoe kunnen we nou het vervoer zo inrichten, maar hoe kunnen we onze samenleving zo inrichten dat ook mensen met een beperking op een goede manier kunnen leven in onze stad en in onze samenleving. En dan is het goed dat jullie kunnen herkennen van, nou, dit zou wel eens iemand met dementie kunnen zijn. En dan is het ook heel erg goed dat jullie weten hoe je daarmee om kunt gaan. Als je natuurlijk mensen hebt die een enige vorm van dementie kunnen hebben, kan dat lastig zijn. Op het moment dat je het niet herkent, dan zou het natuurlijk kunnen voorkomen dat een chauffeur bijvoorbeeld reageert van, god, misschien zie je op, want ik ben al 5 minuten te laat en neem hem weer op. Dan krijg je juist het averechts bij die persoon waar je mee te maken hebt, bij onze klant. En dat past niet in de filosofie zoals wij graag natuurlijk zouden willen zien hoe onze mensen met onze reizigers gaan omgaan. Met name de kwaliteitsverbetering die we willen hebben. Ik was met lijn 78 naar Vlodrop aan het rijden. En die man komt naar me toe op een gegeven moment, had een kaartje. Komt naar me toe en zegt van, zijn we nog niet in Heithuizen? Ik zeg, nee meneer, we gaan naar Vlodrop toe. Dan zit hij in de verkeerde bus. Maar zeg, blijf maar zitten, we komen vanzelf weer terug in Roermond. En dan kunt u, weet ik u, de weg naar de andere bus toe. Maar hij was onderweg nog 3 keer, kwam die vragen. Hoe of wat, wanneer dat we in Heithuizen waren. Dit is een heel interessante bijeenkomst en ik heb er toch verschillende dingen van opgestoken, ja. En dat je toch wel inderdaad in de toekomst of ja, wat je werk uit wilt voeren. Dat je denk ik wel bepaalde dingen eerder herkent als dat je, ja, waar je dus meer rekening mee gaat houden. Of meer dingen die je gaat opvallen.
Ik ben Frans Lemmers, ik ben 69 jaar. Fulltime mantelzorger van mijn vrouw, die heeft frontotemporale dementie. En ze is nu pas 65 jaar. Eigenlijk dus al een heleboel jaren geleden is het begonnen bij Jolien met gedragsveranderingen. Ze is nu niet meer de vrouw die ik heb leren kennen. Het is een hele andere vrouw met heel ander gedrag. En er valt steeds meer taal weg, taalvaardigheid. Van begrippen weet ze de woorden niet meer. En als je een woord noemt, dan weet ze niet meer het begrip wat erbij hoort. Als ik het heb over broccoli, dan weet ze niet meer wat broccoli is. En als ze broccoli in de handen heeft, weet ze niet meer dat het broccoli heet. Nou, dat soort dingen. Dat maakt communiceren gewoon heel erg ingewikkeld. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat doet ze een beroep op mij, hoe het moet. Wat gaan we doen? En ik moet zorgen voor het huishouden, ik moet zorgen voor wassen, strijken, boodschappen doen, koken, huis schoonmaken. Zorgen 's avonds dat haar kleren voor de volgende dag weer klaar liggen. Zorgen voor de dagvulling. Ik mag niet weg, want ik moet constant bij haar in de buurt zijn. Alles moet haar veel uitgelegd worden en dan hoop je dat ze het begrijpt. Ik kom niet meer toe aan een eigen leven. En dan ben je blij dat je als mantelzorger nog weer andere mantelzorgers hebt die het af en toe even van je overnemen. En we hebben dan in Roermond dat project Dementievriendelijke Gemeente. En het koor waar Jolien in zit is onderdeel van een dementievriendelijke kerk, een ecumenische kerk. En dan merk je hoe fijn het is dat er dus mensen in je omgeving zijn die jou komen ondersteunen, die jou af en toe even ontlasten, vervangen, dat je even zelf dingen kan gaan doen. Dementievriendelijke zit hem in de wijze waarop we als groep, de bezoekers, de deelnemers, oog hebben voor elkaar, in de gaten hebben van dat klopt, even extra aandacht voor elkaar, daar waar de dingen in vele situaties van stellen of van mensen minder goed gaan. Gewoon aandacht voor de kwetsbaarheid, dat dingen, ja. Duidelijk is van, kunnen klopt helpen, iets hè? Niet. Kunnen en daar oog voor hebben. En dat is heel kenmerkend voor de groep mensen die hier bij elkaar komt. Ja. Ze zijn dagen delen. Dus, nou zo, dan gaat dat prima. En ik kan ook uitgaan. Maar sommige zagen zijn er. Dat ik niet goed meer weten. En, ja. En dan last van duizeligheid maakt heel onzeker. Ja. Maar ook wel van, hoe moet dit verder? En gelijktijdig is ook van, zolang we het samen kunnen, op deze plek kunnen blijven wonen, zijn we ook vol goede moed van, zoals gaat, komt het maar. Het is, we hebben het goed samen. En het zal uitwijzen hoe het verder komt. Ja. Ja. De een voor de andere dag is ja, het. Ja, is heel verschillend, ja. En dat ik een beetje in de war ben ook, hè. Ja, komt allemaal voor. Ja. Het is heel raar allemaal. Ja. Ja. Goedemorgen, Lee. Goedemorgen, Ben. Hi.
We zijn een maag met dementievriendelijk gemond bij jullie geweest, bij Cox & Co. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er in de tussentijd gebeurd is op het gebied van dementievriendelijk benaderen van jullie, jullie klanten. Waar moet je rekening mee houden? Bijvoorbeeld, ja, goed, als oudere gasten een keer opstaan en weggaan zonder te betalen. Neem niet gelijk aan dat dat zwartdrinkers zijn, maar probeer ze even daarop aan te spreken. En want, komt dat voor? Het komt wel eens voor, ja. Ja. Senioren die gaan er steeds meer uit. Ze worden steeds ouder. En goed, we hebben allemaal laagdrempelige horecazaken, dus voor iedereen die is welkom. En uiteraard senioren met dementie zitten daar ook steeds meer bij. En dan is het zaak om daar de juiste houding in te geven. Ja, je moet goed kijken naar de omschrijvingen, want geserveerd met frieten en warme groenten, champignon, peper, rode of zigeun, dat is best wel veel tekst. Okay. Ja. En met zo'n kort en bondig, ja. Ja. En plaatjes, ja. Dat zou ook kunnen helpen. Hè? Okay. Als je kunt niet ieder gerecht afbeelden, maar... Mm-hmm. Daar zullen we dan ook even goed naar moeten kijken of het duidelijk genoeg is voor mensen met dementie. Leven is druk en je bent vaak te snel bezig met een oordeel te vormen. En soms, laten we heel eerlijk zijn, als je iets 3 of 4 keer moet zeggen, vind je dat vaak lastig. Maar je moet je een beetje verplaatsen in die mensen. Als je zegt van een samenleving moet zich aanpassen aan mensen met een bepaalde handicap, dat zie je doorgaans. En dementie, dat zie je niet. En dat maakt het heel erg moeilijk. Maar wij willen graag een samenleving worden die tolerant is naar iedereen die ander gedrag vertoont. Dat we een beetje kleur maken, hè. Eens bekijken. Dan komt het toch voor. Laten we vooral van de hier gaan. Dan drink je er ook wat oopstelig is, hè. Ja, dat weet ik van oopstelig, maar elk mens. Ik werk als vrijwilliger bij de zorggroep. En daar ben ik me vooral bezig met dementerende. Mensen in verschillende stadium van dementie, licht en zwaar. En daar komen wij ook veel thuis bij die mensen. Die dan in dat dementeringsproces natuurlijk van, dat vordert. Sommigen zijn alleen. Daar is het ook een kwestie van eenzaamheid vaak. Omdat ze geen greep meer krijgen op de dingen. Op hun eigen leven. En dan worden we geacht de mensen ook wat afleiding te bieden en een beetje structuur. Maar vaak hebben ze nog een partner. Die dan als mantelzorger ook zwaar belast is in de zorg. En dat wij dan als vrijwilligers de dementerende meenemen, naar buiten wandelen. Soms met de rollator, soms met de rolstoel. Gaan we ergens koffie drinken. Ja, kijk, dat moest je bijzien. Ja. Kijk eens wie we ver verwend waren. En alsjeblieft. Dat heet ons aan de kale, zo geet. Ja. Richtig, dank je. Het is niet eens zo moeilijk. Het is niet dat de mensen daar uren en dagen in moeten steken. Je kunt met een paar uur in de week, 2 uur in de week, gewoon je inzetten hiervoor, geschoold en gesteund, kun je al ontzettend veel bereiken. Om die nood te lenigen, want dat er veel demente mensen zijn, is duidelijk. Als je een beetje krant leest, weet je gewoon dat dat een toenemend probleem wordt bij de vergrijzing. En de beloning voor mij is vooral als je ziet hoe die mensen genieten. Als je het hebt over een dementievriendelijke stad, dan moet de basiszorg moet natuurlijk sowieso goed geregeld zijn. En dan daarna denk ik dat dementievriendelijk Roermond een beweging wordt waar in de hele samenleving vertegenwoordigd is. En dat iedereen denkt van ja, wat zou ik nou kunnen doen? Wat kan ik als horecaondernemer doen? Wat kan ik als bibliotheek doen? Wat kan ik als buurvrouw doen? Wat kan ik doen? Ik hoop dat heel veel verenigingen bijvoorbeeld ons voorbeeld willen volgen. En dat iemand die de tel niet meer kan bijhouden in de tennisclub, dat die gewoon aangeboden krijgt dat de medespelers dan maar de tel bijhouden. En dat die gewoon door kan blijven tennissen. Voorlopig zijn we nog niet klaar. En ik zou ook niet willen zeggen, over 5 jaar zijn we klaar. Ik hoop wel dat over 5 jaar mensen Roermond niet meer opkijken als je zegt dementie. Dat ze dan wel daar een beeld bij hebben en een begrip bij hebben. En dat de stad zo is ingericht dat die mensen hier op een goede manier zich kunnen bewegen.
Als ik nimmer weet waar ik altijd was. Als ik nimmer ken waar ik altijd koos. Als ik nimmer ben waar ik altijd was. Als ik mijn kop nimmer de baas. Als ik nimmer zie wem dat ze bus. Als ik nimmer wil dat ze mij kus. Als ze mij moeten helpen met mijn schoon. Want mijn lief duidt niet meer wat het zou moeten doen. Levenslang het leven sturen, dat is een grote mensenwens. En nu kan ik nog snappen als het dan misschien. Nimmer van me ga je kent. Het is heel hard als je samen net de pensioenleeftijd hebt bereikt. Zij is net 65 geworden. Ik ben net 69 geworden. Ja, en je hebt gehoopt dat je heel veel leuke dingen kunt gaan doen. En dat zit er nu niet meer in. Levenslang het leven sturen. Blikstuk zijn een veel te grote wens. Een noem. Ben ik al bang als het dan misschien nimmer van mij ga je kind. Maar het ergste is als verlangen nog blijven leven. Gebeurt het ons allemaal. Tot nu toe redden wij het samen nog, hè? Ja, ja. Ik denk dat het toch niet kan blijven. Nee, de kans, de situatie dat we gebruik gaan maken van een dagopvang, 1 of 2 dagen in de week of dagdelen. Die komt zo langzamerhand in zicht. Ja. En jij wil dat ook voor mij, hè? Ja, voor jou. Ja, anders ging het niet. Anders ging het niet. Vooral voor mij, ja. Maar dat tekent jou vooral, Pierre. Hè? Ja. Wat ik altijd koos, als ik nimmer ben, wem ik altijd was, als ik mijn kop. Nimmer de baas, nimmer de baas, nimmer de baas. Welkom terug in de Ishi Cultuurfabriek. Limburg helpt onvergetelijk. Actie waarbij wij hopelijk vandaag omstreeks de klok van 10:30 een hele mooie eindstand bekend kunnen maken. In de tussentijd belt u ons vooral 088-0080. 1, 2, 3. Dankjewel, Beppie, om uw giften aan ons door te geven. Elke euro is welkom. En Beppie staat hier weer met een gouden envelop met daarin een tussenstand. Ik heb weer gekeken. Ik krijg er benauwd van. Is dat vroeger op school ook altijd? Spieken, ja? Spieken, altijd. Okay. Altijd. Nooit blijven zitten, zeker? Nee, tuurlijk niet. Nou, Lot, gewoon. Oh. 53.237 euro. Fantastisch. Geweldig. Ja, fantastisch, geweldig, Beppie. Maar eigenlijk, ja, het is natuurlijk een moeilijk bedrag. Maar daar zijn wij nog niet tevreden mee. Nee. Nee. Wij willen graag, nou in elk geval binnen nu en een half uur, een uur, willen wij naar een ton. Ah, ze bleef ze. Ik hoor buiten geluid. Oh. Want ik had verwacht dat hier mensen zouden staan met een cheque. Dat is niet geval, maar daar gebeurt buiten wat. Dus daar zouden zomaar eens mensen aan kunnen komen. Komen jullie naar binnen? Zal nou ja, ik... Ja, dat zal, kom... zal ik dan gewoon kieken? Of... Nou, wacht even. Ik ben wel hier, Sherik. Iedereen is welkom hier, hè. Als u erbij wil zijn om nog een onverwachte gift te doneren. Of er gewoon gezellig bij te zijn hier met een glaasje bier of wat dan ook. Dan bent u van harte welkom. Kijk, had ik het toch goed gehoord? Ja! Oeh, sportieve mensen. Goh, de ene is heel rood en de andere zweet enorm. Wat is er gebeurd? Nou, volgens mij is het geen water. Wat is het dan wel? We zijn met champagne bespoten. Oh, is er iets te vieren dan? Ja, zeker. Ja, wie zijn jullie? Ik ben Lotte. Ik ben Lisa. En jullie zijn van? Het Alzheimer Centrum Limburg. Oh ja, blijf, Lotte, blijf vooral even zo staan.
Ja, kijk, dit zijn toch momenten die moet je... ja, draai je maar weer om, Lotte. Lisa, de bloemen? Die heb ik voor? Ja, voor de finish van onze actie. 15 keer 15 kilometer. 15 keer 15 kilometer. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen? 12 mei zijn we begonnen. Dus we hebben ongeveer 1 keer per week gelopen. Was je voor die tijd al een beetje sportief? Of? Ja, zeker. Ja? Ja. Dus 15 kilometer peanuts? Ja, nou ja, we zijn wel van tevoren begonnen met trainen, zodat we zeker wisten dat we het zouden halen. Maar het is goed gegaan. Wat een leuke rollende R. Waar kom je vandaan, Lotte? Ik kom uit Almelo. Uit Almelo? Ja. Ja. Dat is toch langer dan 15 kilometer van Almelo naar... Ja, dat is ietsjes langer. Oké. Lisa, het bedrag staat erop. Lisa en Lottes, 15 keer 15 voor Alzheimer hier in Limburg, hè? Ja. Overhandig, de pegels moeten altijd naar Beppi. Jeetje. Schitterend, dankjewel. Ja, dat zet zoden aan de dijk. Ga genieten van eventueel nog een champagne douche en vooral de bloemen, dames. Dan gaan wij naar iets heel bijzonders. Een muzikant, Koen van Dam heet hij. Die kwam erachter wat voor wonderlijk effect zijn muziek heeft op mensen met dementie. Kijk en verbaas je. Dit is het verhaal van Koen van Dam uit Maastricht, een veelgevraagde muzikant in onze provincie, en de moeder van een vriend. Het is eigenlijk ontstaan dat ik op een verjaardag een keer was en ik begon piano te spelen. En die vrouw die eigenlijk niet kon communiceren, die begon op een gegeven moment spontaan mee te zingen. Dan weliswaar neurieën, maar en je zag echt een opleving, een levensvreugde. Ik heb dat tot aan haar dood toe gedaan. Hoe slecht het ook ging, met die muziek was ze altijd in een soort vreugde. Dus het is heel bijzonder. Voor mij was het ook een verrassing. Ik heb zo'n hele lijst van nummers opgebouwd die zij herkende, dus ze ging ook meezingen. Ja, ongelooflijk. Alweer een bewijs dat muziek een wonderlijk effect heeft op mensen met dementie. Bernardine. Hallo. Hulpverlener bij Protheion. Wat doe je precies? Activiteitenbegeleidster. Bij een verpleegafdeling van 39 bewoners. Merk jij dat ook? Het effect van muziek? Ja, zeker. Ja, muziek blijft ook het langste bij de mensen hangen. Dus daar krijg je altijd wel reactie op. Mensen gaan meezingen, mensen gaan meedoen en dat, ja, daar worden mensen ook wel vrolijk van. Wat zijn nou de populairste liedjes bij jullie op de vloer? Ja, de liedjes van de Salvera's. Twee reebruine ogen bijvoorbeeld. Ja, dat, die doet het goed? Die doet het heel goed, ja. Maar ook de Limburgse liedjes natuurlijk, Chef Diederen. Geniet van het leven? Ja, ja. Ja, ja. Absoluut. Hoe bizar en tegenstrijdig kan het zijn, hè, Helen? Ja, het is zo. Maar ja, ik moet wel zeggen, soms is het niet anders dat mensen opgenomen moeten worden in een zorgcentrum. En dan komen wonen bij ons. En dan proberen we ook maar het leukste van te maken. Ja. Dus we zetten ons echt heel erg in dat mensen zich thuis voelen. Maar dat ook familie zich thuis gaat voelen. En ook zich welkom voelt. En we proberen zo'n leuk mogelijke dag voor mensen te maken. Is dat ook een beetje de truc? Want daar hebben we het zelf ook over. Hè? We hebben het over... Niet over een of ander wonderpilletje om dementie te genezen. We hebben het over preventie. We hebben het over leefbaarheid. Ja, welzijn. Ja, want wat is nou jullie doelstelling daarin? Is dat om zo lang mogelijk mensen een bepaalde levenskwaliteit te geven? Tuurlijk. Dat is het. Een zinvolle dag aan te bieden. Ja, het zo leuk mogelijk te maken. Ik weet niet of we hem in beeld kunnen brengen, jongens. Maar jullie hebben een koffer meegenomen. Ja. Dat heet, hoe noemen jullie het? Ja, wij noemen het een belevingskoffer. De belevingskoffer. Daar komen we mee in de huiskamer en dat maken we dan open. En dat brengt gesprekken op gang. En dat brengt heel veel leven in de huiskamer. Maar ja, dit is een belevingskoffer, maar we hebben ook een beweegbox. Daar kunnen we mee bewegen met de bewoners. Dat is eigenlijk allemaal... Maar wat zit er nou concreet in de belevingsbox dan? Oude foto's, een oude fluitketel, een stamper, een...
Stukje Sunlightzee. Ja, een stukje Sunlightzee. Sigarenbandjes. Schaatsen, oude schaatsen van die botjes van vroeger. Ja. Een beetje uit de tijd van de reebruine ogen weer. Ja, van de... inderdaad. Ja. 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 Wat is er veranderd in het aanbod van activiteiten richting mensen met dementie de laatste jaren? Er is heel veel veranderd. We zijn veel meer ermee bezig gegaan, zeg maar, om gerichte activiteiten aan te bieden voor de bewoners. Want de bewoners komen wonen en ze zijn eigenlijk ieder in een andere fase van de dementie. En dan moet je ook eigenlijk gerichte activiteiten aanbieden, dat mensen die, zeg maar, nog meer aan kunnen, ook bij elkaar gebracht worden. En dan specifieke activiteiten aanbieden, dat de hersenen toch, ja, gestimuleerd worden. En dat ze, ja, ook voor de eigenwaarde, dat ze nog dingen kunnen meedoen. Eigenwaarde is heel belangrijk, ja, hè? Absoluut. Gaan die ontwikkelingen, en dan spreek ik jou even aan, Helen. Ja. Gaan die ontwikkelingen binnen zorginstellingen, laten we Protheion even als voorbeeld nemen, gaat dat snel genoeg om te voldoen aan de wensen eigenlijk van de patiënt? We zijn nu bezig gegaan om eerst eens te kijken, wat zijn nou die wensen precies? Dus we hebben nu onlangs aan iedereen gevraagd, aan alle bewoners of aan uw mantelzorgers, van wat willen jullie nu, of waar is er behoefte aan? En dat hebben we nu heel goed in kaart en daar gaan we dan heel specifiek op zoeken. En je ziet wel dat we bijvoorbeeld nu heel veel doen met iPads. Nou, dat deden we 2 jaar geleden helemaal nog niks mee. Dus dat ontwikkelt zich wel redelijk snel. Wij zijn nog niet zover dat we met robots wat doen, maar eigenlijk is het ook iets dat we zeggen van, ja, we hebben 1 poes wat als robot, maar daar is natuurlijk heel veel ontwikkeling in. Ja, daar willen we heel graag bij aan gaan sluiten, om gewoon eens uit te proberen. Maar naast die hele futuristische dingen blijft ook bijvoorbeeld het kienen voor heel veel mensen echt heel waardevol. Dus dat blijven we ook doen dan. Dus we doen oud en nieuwe dingen gaan we mengen. Ja. En sommige dingen mislukken. Denken we, nou, dat valt niet goed. En sommige dingen, bijvoorbeeld, hebben we laatst smoothies gemaakt met mensen. Dat was fantastisch. Ja. Maar poppenkast spelen was een keer, nou, dat viel tegen. Ja. Nou, dan doen we het niet meer. Ja, je probeert gewoon iedere keer nieuwe dingen uit. Nou, ik heb ook wel eens mensen gehoord, die gaan dan spontaan kamperen. Omdat de bewoners het leuk vinden, hebben ze een tent opgezet. Ja, geweldig. Ja. Zou dat bij jullie kunnen? Tuurlijk. Tent opzetten binnen? Ja? Bij ons kan heel veel. Ja. Als de bewoner dat leuk vindt, dan doen we dat. Is dat ook een beetje de truc? Je moet van hun agenda jouw agenda maken en niet andersom? En niet andersom. Je moet weten wat de bewoner leuk vindt, wat hen aanspreekt, waar je ze mee kunt prikkelen. Oké. Okay. Ja. Tot slot, wat zijn de favoriete prijzen bij het kienen? Wat is de eerste prijs? Normaal, een iPad? Eten. Nee. Ja, iets lekkers. Iets lekkers. Ja. Ja, okay. Iets lekkers. We willen graag naar 100.000 euro, lieve mensen thuis in Limburg. Rond de klok van 8, als het even kan. Dat betekent dat we u nodig hebben. Dus bel vooral met uw donatie. 088 0080 123. Dames, hebben jullie alles van de Snoezel Express gehoord? Snoezel Express. De Snoezel Express. Niet veel gehoord. Nee. Nou, kijk dan vooral even mee. Dus dit is de Snoezelbus? Dit is de Snoezelbus, ja. De enige echte. Dus, wil je komen kijken wat er allemaal in zit? Goeie, hallo. Goedemorgen. Dat is massageolie om de handen mee te masseren, maar ook om lekker te ruiken. Ik heb van allerlei spulletjes bij me voor u. Oh. Het gaat om zintuigen prikkelen, hè? Ja, dat klopt. Hoe doen jullie dat? We hebben 5 zintuigen. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen. En al onze materialen zijn daarop toegespitst. Bent u moe aan het worden? Wat zegt u? Bent u moe? Dat die zeehond terugreageert op geluiden, op aanraking. En ja, dat vindt mijn moeder gewoon heerlijk. Allerlei lekkere snoepjes, blikken met... Lusten jullie erin? U heeft het samen met Astrid verzonnen. Ja, dat klopt. Maar hij is zacht, hè? Ja. Hij is lekker zacht, hè? Ja. Het is een heel groot succes. We hebben al heel veel aanvragen, meer dan 50 van intern. Mensen van buitenaf die nog thuis wonen, hebben al heel veel gevraagd. Wij worden gevraagd voor symposia. Zelfs een vraag of wij naar Alicante willen komen met de bus voor mensen die in Spanje aan het dementeren zijn. Of we daar ook willen komen met de bus. Dus wel heel gaaf. En ik zie gewoon dat dat iets doet met je moeder.
He, dat het gewoon een reactie met elkaar heeft. En ja, dat ze daardoor weer een happy moment heeft. Wat heel kostbaar is natuurlijk. Als u net bent ingeschakeld en u wil een bijdrage geven aan het Alzheimeronderzoek Limburg, bel ons dan vanavond nog. Tot 10:30 kan het ook daarna, maar tot 10:30 dan maken we de balans op. 088 0080 123. Want ook al is het maar een klein bedrag, met uw steun kunnen we Alzheimer-patiënten en mantelzorgers helpen. De EC Cultuurfabriek Roermond, wethouder Smitsmans, u bent van Zorg en Welzijn van Roermond. Ja. En naast u staat meneer Korte, verbonden als neuroloog aan het Laurentius Ziekenhuis hier. U bent daar al een hele tijd, hebt u het idee, 15 jaar geleden bent u begonnen. En nu hebt u het idee dat er meer mensen met geheugenklachten bij u komen dan vroeger? Ja, ik denk dat dat aan het toenemen is. Dat is ook wat we in de dagelijkse praktijk zien. En het lijkt alsof er in de maatschappij steeds meer bewustwording komt van geheugenklachten en dat dat eventueel een dementieziekte zou kunnen zijn. Ja, dus komen er ook meer mensen dan uiteindelijk na neurologisch onderzoek die diagnose bij u krijgen? Ja. En dat is inderdaad onze taak. Dementie is een ziekte van de hersenen. Dus heel vaak komen die mensen ook binnen het spreekuur van de neuroloog. En dan is het onze taak om uit te zoeken of dat klopt. Lang niet iedereen met klachten van het geheugen heeft een dementieziekte, maar soms is dat wel het geval. Ja, wat is de meest voorkomende klacht waar mensen... Wat denkt u, mevrouw Smitmans, wat de meest voorkomende klacht is? Nou, wat ik heb geleerd afgelopen jaar is dat de meeste mensen beginnen met een zogenaamd niet-pluisgevoel. Zo van, er gebeurt van alles in huis. En dat begint met vergeetachtigheid, wat we allemaal wel eens hebben. Maar op het moment dat het je dagelijks functioneren gaat belemmeren en dat je inderdaad de sokken in de koelkast terugvindt en de biefstuk in de kledingkast. Of partners zeggen vaak van, hij of zij reageert echt anders dan anders. Ja. Dan is dat vaak het moment om hulp te vragen. Zij had ook neuroloog kunnen worden, of niet? Bijna wel. Wel, hè? Klopt, de symptomen die beschreven worden, die kloppen inderdaad. Nou, wij hebben er zo ontzettend veel geleerd de afgelopen jaar. En dat is ook wat we onder andere doen in Roermond. Trainingen verzorgen aan mensen van hoe herken je nu gedrag van iemand die dementie heeft, of mogelijk dementie heeft. Hè? Want wij stellen geen diagnose, daarvoor hebben we uiteraard... medische tak. Ja, is het vaak lastig, meneer Korte? Twijfelt u wel eens? Ja, zeker. Afhankelijk van het stadium waarin je een patiënt ziet. Maar er zijn mensen die met relatief lichte klachten toch al naar ons toe komen. Ik was net met Geen Reinders aan het praten. Ja, ik vergeet, ik heb het zelf ook. Ik zit ook alles op briefjes te schrijven. Nou ja, en dan is de grens tussen normale ouderdomsvergeetachtigheid, als je het zo mag noemen, en een dementieziekte, die is soms wat moeilijker. En dat vergt een stuk... onderzoek door ons, soms een stuk aanvullend onderzoek waarmee je meer informatie over de functie van de hersenen kunt krijgen. Maar belangrijk is wel dat uiteindelijk dat leidt tot duidelijkheid voor de patiënt en tot duidelijkheid voor de familie, de mantelzorgers daaromheen. Ja. Aan de ene kant is het moeilijk om zo'n diagnose te krijgen. Aan de andere kant begrijpen patiënten en familie daardoor wel vaak veel eerder waarom dingen misgaan. Dat is eigenlijk het voornaamste wat u doet. Want absoluut. U kunt geen pilletje geven, dat hebben we gehoord. Nee. U wilt daar wat aan toevoegen? Ja, nou wat wij van mensen horen, dus partners en mensen die dementie hebben, de ziekte dementie hebben, is dat ze zeggen op het moment dat de diagnose komt, dan is er opluchting. Want dan is toch vaak al een hele lange tijd dat niet-pluisgevoel van wat is er aan de hand. Dan is er opluchting, maar even daarna ontstaat er het grote van en hoe moet en dat nou? En vaak ook al een rouwproces van een afscheid nemen. Ja. En dan is het belangrijk dat je een dementievriendelijke samenleving hebt. Ja. Dan kunnen we met z'n allen zorgen dat mensen nog op een goede manier gewoon actief kunnen blijven. Ja, wat vindt u het belangrijkste? Want er zijn winkels, er zijn taxis, er is van alles. Maar wat is het allerbelangrijkste voor de mensen, ook voor de mantelzorgers? Het allerbelangrijkste voor de mensen en de mantelzorgers is meedoen. Kunnen blijven meedoen. En er zijn er om ons hele mooie voorbeelden van mensen die bij de tennisclub kunnen blijven omdat anderen de telling voor ze bijhouden. Mensen die blijven schaken ondanks dat het spel niet meer zo goed gaat. Ja. Maar toch één keer in de week achter dat bord gaan zitten. Dat is heel mooi, meneer Korte. En als mensen dat doen, denkt u dat dat ook niet alleen een sociale functie heeft, maar misschien ook het proces een beetje vertraagt? Ik denk dat dat een hele goede aanvulling is. Het meedoen is voor de patiënt van belang vanuit maatschappelijk oogpunt. Ja. Maar zeker ook
ja, als stimulans voor de hersenen. En om toch te proberen met het meedoen, het stimuleren, het blijven hersenen gebruiken, de achteruitgang enigszins in de perken te houden. Ja, ja. Dus dat is zeker belangrijk voor patiënten. Tot slot. En wat wij heel erg belangrijk vinden is naast de persoon met Alzheimer ook zorg voor de mantelzorger. Ja. Want als die niet overeind blijven, dan kunnen mensen niet thuis blijven. Ja, want die lopen vaak over, zeg maar. Het is zo ontzettend belangrijk dat daar aandacht voor is. En dat die ook momenten krijgen dat ze even kunnen afschakelen en voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. Staat u daar ook wel eens bij stil als neuroloog? Jazeker. Ik zie natuurlijk vrijwel altijd in de spreekkamer niet alleen de patiënt, maar ook de mantelzorger. Dus in die zin is dat voor mij ook een belangrijke gesprekspartner. En maak je ook in de dagelijkse praktijk steeds weer mee wat zo'n diagnose betekent voor de mantelzorger. Ja. En welke gevolgen, verstrekkende gevolgen dat soms heeft. Ja. Wat vindt u eigenlijk hier van zo'n avond? Want het gaat natuurlijk geld opleveren, dat zeker. Maar wat zou het nog meer mogen en kunnen opleveren wat u betreft? Nou, voor mij is het heel erg duidelijk. We hebben afgelopen jaar ontzettend ingezet op dementievriendelijk Roermond. En dit is voor ons een soort climax. Maar ik heb gezegd, dit is wel het begin van de doorontwikkeling. Ja, dat is voor u en voor u, meneer Korte? Nou, het stuk aandacht voor de diagnose, een stuk begrip, een stuk educatie, hè, wat ook vanuit dementievriendelijk Roermond heel duidelijk uitgedragen wordt, waardoor opvang in de maatschappij beter is. Ja. En natuurlijk het geld wat verzameld wordt om toch nog onderzoek te blijven doen. Dat is belangrijk. En toch te zoeken naar nieuwe ontwikkelingen is ook ontzettend belangrijk. Dank allebei voor uw gesprek en daarop aanvullend, ik kan het niet anders zeggen, kom hier naartoe. Kom naar de EC Cultuurfabriek, ook al komt u niet met een check, liever natuurlijk wel, of belt u naar 088-0080-123. Ja, want als u hier naartoe komt, dan kunt u bijvoorbeeld Bepi live zien. En misschien ook wel aanraken. Maar neem dan vooral een goed gevulde portemonnee mee. Ja. En het maakt ons geen donder uit. Ik wil je bijna reet zeggen. Ja, ik hoor het. Maakt ons geen donder uit hoe u het geld hier naartoe brengt. Een officiële check of een kleurplaat. Of bijvoorbeeld een... Ja, wat is het eigenlijk? Een glazen pot. Ja, dat zie ik, maar wat heeft erin gezeten? Daar heeft niks in gezeten. Oh. Dat heb ik zo in de winkel gekocht. En ik dacht dat dat een aardig putje was om dat geld erin te doen. Nou ja, er zoekt niks in, maar het Hans Kazantje ging u ontfermd of zo? Want, we hebben als fractie en bestuur van de oude partij Heerlen twee zaterdagen op de markt gestangen in Heerlen. En hebben we vergeetmenietjes verkocht. En we willen het bedrag wat we verkocht hebben hier komen aanbieden. En dat is €1180. Wow. Alsjeblieft. Dankjewel. Eigenlijk is Beppie als cashier. Ja, wat doen ze nou? Ja, hij heeft zelf al met gewerkt, dus ik wil met aanbieden nu ook. Nou, sorry, oudere partij Heerlen. Ja. Kom erbij dan. Dat was. Ja, Paula, leuk. Paula Snijders, maar ik had jou eigenlijk niet verwacht hier. Nee, dat klopt. Ik ben een van de mede-organisatoren. Maar ik kom deze check aanbieden namens Jacques Pusjes, die helaas vanavond er niet bij kan zijn. Maar hij heeft een jaar zich letterlijk de benen onder zijn lijf gerend om twee weken geleden het Alzheimer Benefiet Gala mogelijk te maken. Dan heeft Beppie ook gezongen. Maar nog heel veel andere Limburgse artiesten. Allemaal Prodeo. Iedereen Prodeo meegewerkt. Ja. Dus er bleef niks aan de strijkstok of aan de stembanden hangen? Nee, niks. Nee. Alles voor Alzheimer Onderzoek Fonds Limburg. Precies, en een fantastisch bedrag opgehaald. Nou. Oh. Van 7.950 euro. Wacht even. Bijna 8.000 euro. Voor het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg. Dank je wel. God. Dank je wel. Stond ik een beetje die werk te doen. Dank je wel. Ja. En de check. Echt amazing, hè, hoe ze steeds die checks dan weer in dat kleine laadje van die kassa. Oh, trouwens. Gebeurt allemaal buiten beeld. Maarten. Is zomaar iemand om Maarten gegeven? Ja. Collega Maarten Bonnemaiers was hier. Die kreeg €20 in zijn hand geduwd. En ook dat kan. Notaris Nicole. Ja. Ja, daar ben je weer. Ik geef deze vast aan u. Ja, dankjewel. Wel. Ja, en dan maar hopen dat we er niet, zoals in dat programma met die koffertjes, er op achteruit gegaan zijn. Nee. 72.192 euro. Fantastisch. Maar
Nee, we zijn er nog niet, notaris Nicole. Wat zou een mooie score zijn voor zo rond de klok van 8 uur? 100.000. Je zegt 100.000, ik hoop er het beste van. Mensen, geef. Blijf geven. Ja. Ja. 088 0080. 1, 2, 3. Juist. Dan gaan wij nu even naar de reclame en het nieuws en het weer. Dan zijn we zo meteen terug hier in de cultuurfabriek in Roermond. En bel in de tussentijd gewoon. Ja. Alsjeblieft.